In Scherpenheuvel is vandaag carnaval gevierd. Een stoet met meer dan 40 praalwagens en dansers trok in kolonnen rond de basiliek van Scherpenheuvel. En dat al voor de 12e keer. Iets na 14:30 trekt de stoet zich op gang met zoals gewoonlijk in Scherpenheuvel ook nu weer heel wat volk langs de kant. Zowel jong als oud kijkt toe hoe de originele praalwagens en muzikanten voorbij komen. En dat is blijkbaar altijd genieten. Maar we vinden het heel goed hier. Ja, heel mooi. We komen alle jaren kijken. Ik ben ex-prins geweest in 2014. En nu met een zoon die mij opvolgt als jeugdnaar. En dat is altijd fijn als ze dat graag doen. Hè. Ah, ik vind het wel leuk. Mijn broer zit in een carnavalvereniging. Die hebben ook zelf een wagen. En mijn dochter gaat graag mee met Peter. Dus dan kan ze een middagje plezier maken. Dus dat is altijd wel leuk om te kijken hoe mensen daar eigenlijk... kunnen hun opgaan, hun verkleden en die jaarlijkse traditie hoog houden is wel leuk, denk ik.